Inmiddels alweer een goede tijd geleden. Als jonge knaap bij mijn ouders thuis op de bank zitten. Kopje thee erbij. Lekker de smaakpolitie kijken met Rob Gies. Die gaat dan even lekker gewoon, weet ik veel, een half uur lang. Gaat hij, man, wat een ellende. Rubbertjes dit, rubbertjes dat. Fucking goor. Geweldig programma. Want je krijgt een beetje een kijkje achter de schermen. Van wat gebeurt er nou in een keuken van een restaurant of een café of noem het eens. Of studentenhuizen. Gebeurt ook nog wel eens. Vandaag wil ik daar naar kijken, smaakpolitie, om even weer in ons op te nemen hoe goor het daadwerkelijk kan zijn bij een restaurant. En hoeveel impact het programma daadwerkelijk had. We beginnen bij een Italiaans restaurant in IJmuiden. Excuseer de kwaliteit, kan ik niks aan doen. Dat is, het is 360p, oké? Het is, ja... Gelukkig duurt de video 420, dat is leuk, want dat is dat ene wietgetal. Stank in deze keuken is niet te harde, maar dat is niet het ergste. Dat vind ik toch een hoop ellende. Maar je moet... Geloof het of niet, maar naast de 3 pixels waarin we dit moeten zien, het is de dikke bak ellende. Dat was het mooie zo aan het programma, dat je zo'n contrast zag van vieze toko's... Maar dan ook schone toko's. En hoe blij je dan was om een schone toko te zien. Sowieso beter schoonmaken hoor, hey. Ja. Want anders maak je die muizen heel makkelijk. Muizen zijn gek op vuile en warme plekken. En deze keuken is dus overduidelijk een paradijs voor ze. Ja, weet je, als je op een gegeven moment muizen hebt lopen, dat is de hint aan zich. Zo, is het goor in mijn tent? Een muis. Nou, nou. De hygiënische staat van deze keuken baart erop serieus zorgen. Je moet er toch niet aan denken dat je eten hier wordt klaargemaakt. Nou ja, en dat gebeurt dus wel. En weet je wat het is? Het zal waarschijnlijk ook nog best lekker smaken. Dat is de vloek eraan. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze, of dat dit restaurant gewoon nog bestond destijds. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Ik bedoel, ze zullen vast wel iets goed doen. Want aan de hygiëne zal het in ieder geval niet liggen. En waarschijnlijk hele families insecten die daar de tijd van hun leven... Hé, hey, een vork! Daar lag mijn vork. Er was mijn vork al kwijt. No, even afspoelen en dan kan hij wel weer, hoor. Wat ellendig. Het is vochtig, maar ook vuil. En hoe meer vuil je in een warme pan laat staan... Hoe lekker de bacteriën het vinden. Lekker broeien noemen we dat ook wel. Lekker broeien. Ja, Rob Gies, weet je, hij legt het altijd zo lekker goed uit. En je zult er toch eigenlijk niet over moeten nadenken. Van, dan ga je jezelf in zo'n positie verplaatsen van... Oké, weet je. Stel, ik heb een restaurant. En er komt ineens een man met een witte labcoat. En er staat op smaakpolitie. En die wil dan ineens met een cameraploeg... Wilt hij in mijn keuken gaan kijken? Wetende... Nou, weet je, denk dat het niet zo... Het is niet piekfijn. We schuiven wel eens wat onder het kleed. Waarom laat je dan überhaupt de cameraploeg over de vloer komen? Want dan doet het meer schade aan je bedrijf dan dat het goed doet. Dat heb ik nooit eraan begrepen. Dus ik zou sowieso even alles beter schoonmaken, kijk. Als in zulke vieze pannen eten wordt bereid, kun je daar als klant flink ziek van worden. Dit zijn serieuze misstanden. Hygiëneregels worden hier op elk front aan de laars gelapt. Ja, en daar was Rob Gies juist goed voor. Dat als je een restaurant zag met zo'n keurmerk, hij had dan zo'n sticker die hij dan op het raam plakte. Als je die zag staan, dan wist je dat het goed was. En je zou het liefst weer zoiets willen hebben. En dat zal er vast ook wel zijn, maar dan kleiner, weet je. Het is minder opzichtig. En de smaakpolitie was er gewoon voor om lekker opzichtig, heel duidelijk te maken, dit is goed. En de restaurants die geen sticker hadden, daar wist hij het niet van. Wat is dat? In deze pan is zelfs een muizenkeutel vastgeplakt in het vet. Moet niet gekker worden. Ja, kijk, weet je, ik zou hier een screenshot van kunnen maken. En dan zou ik naar een forum kunnen gaan. Voor, ik heb een buitenaards wezen gezien in 2002. Die vloog dan langs en die had een hele grote blauwe flits om zich heen. En deze vlek in het midden, dat is de UFO in kwestie. Dat is een geintje om de kwaliteit aan te duiden dat dit belabberd is. Dat we niks zien. Is dit een keutel? Nou ja, weet je, ze zeggen dat dit een keutel is, dus we moeten hem maar geloven. Echt vies. Ik scheen mijn lampje, ik ben er gewoon misselijk van. Zelfs de plank waar de pannen op staan zit onder de viezigheid, vetaanslag, haren.
en veel, heel veel muizenkeutels. Ik bedoel, gast, weet je. Je hoeft niet Pietje precies te zijn op je hygiëne om te zien dat dit fucking goor is. Als er sowieso ontlasting van menig dier ligt bij jouw werkplek, dat ruim je gewoon op. Dat is de prio 1 op dat moment, weet je. Je gaat niet open tenzij dat gefixt is. Dat lijkt mij heel logisch. Blijkbaar wordt die mening niet gedeeld. Koeling? Rob's aandacht wordt direct getrokken door de groentela, of wat er van over is. Nee, ik had best wel de spullen eruit halen, dus de tomaten kunnen ademen. Hey, en als ik even meekijk naar de binnenkant van de koelkast, dan kun je ook even een extra beurt krijgen, zie je? Ja, ik zie het. Ik zie het, Rob. Ik zie het. Ik schijn het lampje er even op, want dan kan ik het nog even iets meer zien. Ja, absoluut walgelijk. Het Ik ga niet bij Italiaans restaurant in IJmuiden eten. Duidelijk. Weet je, wellicht dat de snackbar in IJmuiden het beter doet. We beginnen met handenwassen. En viel me gelijk op met handenwassen eigenlijk dat het onder die tafel waar ik mijn handen stond te wassen eigenlijk heel rommelig was. Er lag veel ellende. Oh, dat is een puntje, dat is een puntje. Ik weet nog dat hij daar altijd een puntje van maakte. Er zijn een aantal punten wat hij altijd afliep bij het handenwassen. Dat je dan papier hebt in plaats van een droger of wat dan ook. Geen doekje, nee. Moest papier zijn, papier uit zo'n trekapparaat. Vuilnisbak zoals dit moet een deksel op, zodat zeg maar de geur niet kan verspreiden en de bacteriën niet kan verspreiden en dat er geen insecten op afgaan. Zulke soort dingen. Het is op een gegeven moment, wist je het riedeltje wel wat hij ging doen, maar toch was het interessant om te kijken van wat gaat hij nu weer tegenkomen. Ondanks dat je wist wat zijn riedeltje was. Hey, en ik zie ook een asbak hier, wordt er gereld? Nee. Gaffedamme! Sowieso, roken, punt. Kap gewoon eens. Dat is echt de meest domme verslaving die de mensheid ooit heeft gekend. Laten we lekker roken. En hoe dat ook ten stand komt bij mensen is ook echt, absurd. Van absurd. Als je je nu voelt aangevallen, lekker voor je. Want roken is een teringdomme eigenschap. Maar roken in een keuken? Nee! Dat doen we niet, papi. Dat doe je gewoon niet. Ook al wordt er gezegd, er wordt hier niet gerookt. Ja, maar wat doet die asbak daar dan? En waarom zien wij wat in de asbak liggen? Waar is die van dan? Nou, die is voor mijn vrouwtje als een sigaretje wil. Maar niet hier toch? Nee, hier wordt niet gerookt. Nou, hij zei van niet, maar ja, ik vond het een apart verhaal. Zullen we even voorbeginnen bij de frituur? Kijk, het kan zo zijn dat natuurlijk die vrouw dan buiten rookt, neemt een asbakje mee, tikt hem daarin, drukt hem daarin uit en dan uiteindelijk de asbak weer mee naar binnen toe nemen. Dat zou kunnen. Als hij het op zo'n manier had uitgelegd, weet je, dan was het nog aannemelijk. Maar het is echt van, nee, roken doen wij niet hoor. Nee, is van mijn vrouw. Weet je, doordat hij eigenlijk niet weet wat er met die asbak gebeurt, of in ieder geval ontkent dat hij weet wat er met de asbak gebeurt. Daarentegen, dit is zo'n papierhouder die we heel graag zien. Dus dat is dan goed. Daaronder zit een zeepdispenser. Ook hartstikke goed. De frituur is natuurlijk het allerbelangrijkste in een cafetaria. Je mag dan ook hopen dat hij dik in orde is. En dan, hè, hij heeft van die strippies. En die strippies, die hadden zo'n soort kleurcodering. En dan dipt hij dat sticky, dipt hij erin. En dan in het frituurvet, om te kijken hoe helder het frituurvet is. Om dus ook af te vragen van hoe lang is het, ligt het frituurvet hier al? En hoe vaak is het gebruikt? En weet je, is het vers? Ja, wat ik daar zag, dat was niet goed hoor. Als ik kijk naar het frituurvet, dan... Ja, dus ik even de modderpoel, man. Nee. Met een strip toont Rob aan dat dit frituurvet al lang ver... Kijk, dat is een strippie, hè? Dat is een strippie. Echt, er wordt nu iets in mij aangewakkerd, joh. Oh, nostalgie. Valt dit al onder nostalgie? Goeie herinneringen, laten we daarop houden. Door het veelvuldig gebruik knappen de vetmoleculen open. Hierdoor komen koolstofatomen vrij die de olie donker kleuren, de smaak aantasten, maar vooral slecht zijn voor de gezondheid. Vooral door bevroren patat, kroketten of frikandellen direct te frituren, wordt dit proces ook nog versneld. Nou ja, weet je, inderdaad, dan het verouderde vet is dan slecht voor de gezondheid. Überhaupt, weet je, snackbar. Je gaat niet naar de snackbar toe omdat je zo lekker gezond wil eten. Je gaat niet naar de snackbar toe voor een salade, weet je.
Dat aan zich, maar weet je, als het dan zich alsnog niet houdt aan hygiënevoorschriften, dat dikt het dan nog even lekker aan. Dat is een leuke woordkeuze. Maar de manden, hè, als ik dan toch een kritisch loon moet geven, de manden kunnen ook veel beter schoongemaakt worden. De goede ontvetten. Dit is allemaal heel slecht weer voor de gezondheid, hè? Ja, en weet je wat het kutte is? Die mandjes, als ze te lang erin hebben gezeten, gaat het vet ook in die mandjes zitten en dan zijn ze waarschijnlijk afgrijzelijk om schoon te maken. Dus wat je dan uiteindelijk beter kan doen om je gewoon moeite te besparen is gewoon nieuwe mandjes halen. Maar ja, hè, daar ben ik, hè, dat ben ik. Puntje bij paaltje, wat hij eigenlijk wil zeggen, is als je het bijhoudt, dan hoef je niet alles in één keer te doen. Dan is de klus niet zo heel groot. En dat, weet je, daar moet je een keer tegenaan lopen om te merken hoe frustrerend dat is. Maar hoe vaak maak je die mannen schoon? Nou, wel elke week. De manden moeten worden gereinigd met een goede ontvetter. Alleen in de vaatwasser is niet genoeg. Dit is ongezond en verdient meer aandacht. Klopt. In de vaatwasser is belangna niet gezond. Want de vaatwasser die ontvet niet. Die spoelt en reinigt het wel, maar die ontvet niet. En vet gaat toch wel even een tandje verder dan wegspoelen. Was het maar weg te spoelen, weet je. Dat zou wel erg makkelijk zijn geweest. Hier een mooie saladière. U weet wat de temperatuur moet zijn? Dit is de goede temperatuur. 2 graden. 2 is echt uniek, hè? Ja, daarom. Tot 7 mag je, hè? Dat weet je niet met de saladière. Nee, maar dat mag tot 7. Oké, dat is een handige tip om te weten. De volgende keer. Als je naar een snackbar gaat en je ziet dat dus staan. Oké, tot en met de 7 graden. Je zegt, ploep, trek je even een thermometer uit je zak vandaan. Dan ga je gewoon, nou, ik weet niet hoor, ik zie hier 8. Dit is niet goed. Lekker een broeierige komkommer. Of een broeierige salade. Een rimpelige tomaat. Heerlijk, lekker. Giet het in mijn keelpijp. Het is belangrijk dat een saladière een juiste temperatuur heeft. Als de producten te warm zijn, neemt de bacteriegroei enorm toe, met alle risico's van dien. Ik dacht volgens mij 6,9 of 6,7 te zien op de pixelachtige thermometer die hij heeft. Hij is om de 7, dus goed. Oh, kijk, netjes, 6, we zien 6. Nou, dat is netjes, ja, mooi. Nou, weet je, snackbar in IJmuiden voldoet ook niet helemaal, wel bij een aantal dingen, maar weet je, wellicht kunnen we deze snackbar, willekeurige snackbar in IJmuiden, toch ook maar even overslaan. Wat hebben ze nog meer in IJmuiden? Het lijkt nu echt alsof we IJmuiden even gaan afkafferen. Een Thais restaurant in IJmuiden. Nou, weet je, ze zijn zo lekker veelzijdig, hè? Wacht, mijn handen wassen eerst. Ja, kijk, ik word al vrolijk van het haarnetje. Dat, kijk, ik voel dat. Nou, uiteindelijk gingen we naar het kraantje toe. Hans heeft gepakt. Begon prima. Hopla. Heb je papier voor me? Ja. Kijk, papiertje, hè? Specifiek moet het papier zijn. Volgens mij is dat ook inmiddels ook bij publieke toiletten. Zijn er meerdere wetenschappen of meerdere onderzoeken over geweest van de verschillende manieren van je handen drogen. Dat een handblazer blijkt bij lange na niet hygiënisch te zijn. Nou, er zitten blijkbaar heel wat bacteriën in en dat spuug je uiteindelijk gewoon weer op je hand. Nou, een gewoon handdoekje is vanzelfsprekend. Want wie weet hoeveel 100 man daarvoor al is geweest. Maar papier, zoals dit, ja, dat blijkt nog altijd de meest hygiënische optie te zijn. Wanneer het aankomt met je handen drogen in een publieke ruimte. Kokspakje aan en veiligheidsschoenen. Grote wok zag ik al staan en daarboven de roosters. Wij doen lekker daar 3 om en om. Zo klimmen voor u, of niet? U bent zo klein? Nee, we hebben niet. Het ziet er netjes uit. Kijk, weet je, ik word hier enthousiast van. En ik zie daar ook, en wellicht zien jullie dat ook, klein frituurpannetje hier staan. Zal hij ook daar het frituur van testen? De dame was zo onder indruk dat ik er was. Dat ze eigenlijk haar bereiding vergat. En ze was lekker die gebakken bananen aan het bereiden. Dus uiteindelijk heb ik even het netje omhoog gehaald. Ja, ik help je even, joh, man. Ja. Anders hadden we Surinaamse bananen gehad. Oh, oké. Okay. Hij moest even vallen. Hij moest even vallen. Het was Surinaamse bananen. Ja, oké. Ja. Oké, Rob. Dankjewel. Dankjewel hè, voor je opmerking. Oké, nou gaan we even kijken. Dit is een vriezer. Ah, u codeert ook. Hoe doet u dat dan? U codeert als het de vriezer ingaat. Ja. Ze codeert ook. Dat is ook belangrijk. Wat ze doen met het coderen is, zodra het bereid is en de vriezer in is gegaan, dat ze dan even een datum en desnoods een tijdstip noteren, dat het niet langer dan een bepaalde tijd erin blijft zitten en dat je ook gewoon weet
wanneer het bereid is. Is ook wel heel prettig om te weten. Datzelfde gebeurt dus ook met de koelkast. Dat je inderdaad bepaalde artikelen, ingrediënten, noem het eens. Dat bij aankoop en bij het bereiden of bij het in de koelkast neerleggen. Dat je het dan labelt van oké, dan is het erin gegaan. Zo lange houdbaarheidsdatum, et cetera. Dat als mensen zeggen, wij werken met verse ingrediënten. Dat je ze dan mag geloven. En dan is het wel zo handig als je zo systematisch te werk gaat. Dat iedereen in dat restaurant weet wat er gaande is. En afdekken. Hey. Leuk. Doe even ontdooien een keertje weer, hè? Ja. U werkt met allemaal verse producten, hè? Ontdooien is ook wel een takkenklus. Want dat betekent dat je gewoon een hele dag je vriezer niet kan gebruiken. Doe dat thuis ook, je vriezer ontdooien. Lijkt me. Als je de ijsklompen zitten, dan is het tijd. Even kijken of die goed is. Als Rob de temperatuur van de sla wil controleren, ziet hij vanuit zijn ooghoek iets misgaan. En? Hè? Wat moest de sla zijn? Tot de mid 7 graden. Maar hij zag iets fout gaan. Rob, wat zie je fout gaan? Uw pannetje, mevrouw. Ik denk, hey, daar ging de Thaise kippensoep ging eroverheen. Dus ja, uiteindelijk hebben we die ook even bevrijd. Rob, je leidt af. Dat is eigenlijk gewoon het punt. Rob, je bent enorm afleidend. Moet Rob trouwens ook niet, ik wil zeggen handschoentjes aandoen. Maar nee, hij heeft zijn handen gewassen. Terwijl de soep wordt gered, temperatuurt Rob gewoon door. 6,7, 6,8 zag ik eventjes. Prima. Ja, temperatuur is goed. Belangrijk, hè? En ze hadden van die mooie grote rijstkoker staan. Ja, die zagen er echt steriel schoon uit. En wanneer is dat gekookt vandaag? Vandaag, ja. Ah, oké, prima. Lekker vers. Ja. Mooie schone uitstraling, hoor. Leuk. Weet je, ik heb ineens zin in Thais, joh. Even lekker zo'n lekker gerechtje in zo'n wokpan. Zin in. Maar jammer dat IJmuiden iets van 2,5 uur rijden is voor mij. Wat een takkeind! Het ziet er netjes uit allemaal. Het is allemaal wel verzorgd. Mooie schone bakjes ook. Tegeltjes aan de muur, ook lekker schoon. Ook belangrijk, want daar kan natuurlijk ook vet en wat dan ook kan daar aan blijven hangen. En dan gaat er stof op zitten en dan is het afgrijzelijk om het eraf te halen. Dus ook de muren. Weet je? Ook wel zo fijn. Als ik zo kijk, zo denk ik, ja, het nodigt wel uit om te gaan eten. En het is wel leuk om te zien, hoor. En als ik zo rondkijk, dan denk ik, ja, weet je wel, het ziet er goed uit, hè? Ja. Dus, schön. Leuk dat hij nog even Duits ertussendoor gooit om even aan te tonen dat Rob Gies ook multiculti is. Jullie zien er verzorgd uit en enthousiast. Ja. En u kijkt wel eens naar het programma, toch? Ja. Ja, dus ik kijk elke week. Kijk, en dan met natuurlijk dat nummer, het vreugdenummer erbij. En hij heeft hem al in hand. Dat is de sticker waard. En weet je, dan word je altijd blij als je het programma kijkt. Als je gewoon ziet dat iets verzorgd is. Nadat je zoveel troep had gezien. Daar word je dan blij van. Ik vind het zo jammer dat het programma niet meer doorgaat. Of door is gegaan. Ik zeg, nou, dan weten jullie ook waarschijnlijk hoe we de zaak belonen. Ja. Toen ging het los, toen kwamen het ramen. Ah, dat is leuk. Dat ze echt staan te juichen op die manier inderdaad. Kijk, ja, weet je, gewoon niks is leuker dat als je hard werkt, dat iemand erkent dat je goed bezig bent. Dat is een van de grootste complimenten die men kan krijgen. Gewoon dat je verteld wordt dat je goed werk levert. Dat is zo bevredigend. En nou, daarmee zullen ze stralen. En ik hoop dat het Thaise restaurant in kwestie nog steeds bestaat. En dat ze stiekem die sticker ook nog steeds hebben hangen. Ik weet niet of ze hem nog steeds mogen hebben hangen. Want het is dan teren natuurlijk op wanneer deze opname is geweest oorspronkelijk. En het liefst zie je dat het natuurlijk jaar op jaar dat het gewoon gecontroleerd wordt en erbij gehouden wordt, et cetera. Maar weet je, dit is leuk. Het officiële Smaakpolitie Oké keurmerk. Een bewijs dat er goed en hygiënisch wordt gewerkt. Een certificaat om trots op te zijn. Zeker waar, zeker waar. Ook al was het natuurlijk zo'n tv-keurmerk, dus officieel, ik weet niet hoe officieel het daadwerkelijk was. Maar weet je, je wordt eigenlijk gewoon op nationale televisie wordt laten zien hoe goed je restaurant is. Ik denk, een betere reclame heb je niet. Ja, daar worden we vrolijk van. Kon Rob Gies ook altijd, daar wordt hij vrolijk van. Zullen we dan nog even een studentenhuisje bekijken? Gewoon nog even als de kerst op de taart. Je hebt geen keuze, we gaan het doen. Studenten, 16. Ik weet niet wat die 16 inhoudt. Dat ze 16 zijn of dat het R16 zijn? Kijk wat hier ligt. Nee. Ja, ik zal. Ja. Zakkenmuis.
Rutger Gozer. Wat een... Weet je, we zagen het al van mijlen ver aankomen. Oké, we zagen het al van mijlen ver aankomen. Dit zat eraan te komen. Dat is een muis. Zo. Lekker jongens, hè. Tijdens het hakken van mijn ijs zie ik in mijn linker, in mijn dode hoek, zie ik in één keer een muis. Die er al een tijdje ligt. Oh. Weet je, en de rest van de kamer straalt ook al gewoon iets uit waarvan je zit van... Ik trek mijn twijfels. Hij is gestorven achter de gletsjer. Heb je hem? Mooi, gelukkig. Oké, jongens, dan ga ik weer weg. Dan ga ik weer weg met de gletsjer. Yeah. Oh, dat bedoelde niet met het ijs weghakken. Wat zeiden we net over de vriezer even ontdooien? Gozer, zij hebben gewoon hier de Noordpool gecreëerd, man. Jemig. Nauwelijks bekomen van de schrik gaat erop verder met het ijskunstwerk. Oh, het was nog wel open te krijgen en er zat daadwerkelijk ook gewoon nog voedsel in. Maar, kijk, weet je, je hoeft niet een schoonmaker van beroep te zijn om gewoon gebruik te willen maken van je vriezer, weet je. Soms neem je wel eens een diepvriespizzaatje mee of iets anders of heb je iets bereid en je wilt... Dat gewoon nog even in de vriezer behouden voor, weet ik veel, meal prepping, noem het eens. Ja, dan is het wel zo fijn als je überhaupt je vriezer open kan krijgen of een laadje eruit kan halen. En dat er inderdaad niet zo'n teringbak en ijs aan de buitenkant gevormd is. Ontdooi hem dan gewoon even. Het is niet moeilijk. Het is een kutklus, want het duurt lang, maar het is niet moeilijk. Die gast had echt geen idee wat er lag. In de bovenste la liggen nog wat vergeten souvenirs van vorige bewoners, die waarschijnlijk al bijna met pensioen gaan. No way. Van vorige bewoners? Nee, dat hebben ze niet daadwerkelijk gezegd. Gast, kom op. Rutger Gozer. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Er zal vast wel iemand zijn die de Rutger heet. Gozer, what the fuck? Maar ja, die gast weet nu tenminste weer dat de vries het nog doet. En het zal niemand verbazen dat de rubbers van deze... Rubbertjes, hè? Even de rubbertjes highlighten. Absoluut fucking goor, inderdaad. Geweldig, weet je. Ja, en dit krijg je gewoon door het niet bij te houden. Als je het niet bijhoudt, dan stapelt het op. Wie weet hoe lang dit al heeft zitten broeien. Dan doe je uiteindelijk die koelkast weer dicht. Dan moet je dat al eigenlijk verwerken. Maar dan zie ik links, in mijn dode hoek, zie ik nog een koelkast staan. Ah, jongens, kom op. Hij stinkt ook, man. Hij heeft vol mijn schimmel, man. Dat is ook wel een punt, hè. Dat als je op een gegeven moment je koelkast begint te ruiken... en niet een heerlijke geur van de ingrediënten die je daarin hebt gelegd. Nee, als je op een gegeven moment de schimmel begint te ruiken... en de schimmel heeft een hele specifieke geur, die pik je er zo tussenuit. Als je dat ruikt, dan wordt het toch wel hoog tijd dat je gewoon even de troep eruit haalt... en even kijkt waar komt de schimmel vandaan, weet je. Want het ding is, als er één ding schimmel heeft... en je legt gewoon lekker je ingrediënten erbij. Nou, 1 en 1 is 2. Dan heb je 2 schimmel. En als je er weer een hebt, dan heb je 3 schimmel. En zo moet ik het van je in Sesamstraat. Moet ik even graafteel erbij halen. 1 schimmel. 2 schimmel. 3 schimmels. Wat hebben we toch naar ons zin. 4 dagen oude data. Filet meer kennis. Een van de meest risicovolle producten. Als die oude data gaat. Sowieso vleeswaren zodra die geopend zijn. Minimale speling. Dat moet dan echt zo snel mogelijk naar binnen. Nou, uiteindelijk was het klaar in die keuken. Nou, dan kijk je nog even naar het aanrecht. En dan zie je alweer die van die ranzige, opgedroogde in elkaar. Weg. Gewoon weggooien. Gewoon weggooien. Dat is een bacteriebom. Dat is een bommetje. Dat is zo'n granaatje. Die kan je, weet je, als je een hekel hebt aan iemand, gooi je die ernaar. En wie weet, dan wordt die ziek. Dan loopt erop met de studenten mee naar boven. Want daar is nog een woonkamer. Met nog een... Ja, weet je, hier zou ik ook echt de absolute tering van krijgen. Ik heb nooit... Okay, wellicht kan je door mijn afgunst een beetje horen... dat ik nooit in een studentenhuis, studentenkamer heb gezeten. Ja, waarom... weet je, waarom doe je dit nou? Waarom staat er Niles met graffiti op het raam? Het zal de huurbaas ook zo lekker leuk vinden. Hebben jullie ook boven last van muizen? Als je hier zit en het is stil, dan komen ze regelmatig voorbij lopen. Echt waar? Kom op!
Get the hint. Als je muizen hebt, dat betekent dat het hoogstwaarschijnlijk fucking goor is. Of je woont in een soort natuurrijk gebied en dat je inderdaad gewoon muizen in je omgeving hebt. Maar weet je, als wij even de achtergrond bekijken waar Rob Gee staat, oog niet echt als een natuurrijk gebied. Huh? Als je nou kijkt wat jullie allemaal laten slingeren. Ja, dat vinden ze lekker. Ja, dus je moet... Oeh, lekker. Oeh, zijn we in Limburg. Sorry, ik hoorde een lekker voorbij komen. Je moet de muis wel zo moeilijk mogelijk maken. Of je moet gezellig vinden als ze er zijn. Maar kun je... Lekker vuilnisbakken, gewoon lekker open. Oh, en er zitten eieren in. Of is het ui? Eén van de twee. Ei of ei? Beide een hele dominante geur. Om dan lekker die klep open te houden. Dat ding heeft geen eens een klep meer. Maar lekker die klep open houden, zodat die geur gewoon lekker in de woonkamer kan zitten hangen. Lekker. En dan waarschijnlijk ook lekker de ramen dicht. Gewoon lekker nooit luchten. Maar kun je ze wegkrijgen dan? Het raam is gelukkig open. Gelukkig maar. Het zal ook wel moeten. Ik heb ook met de dame die daar ook verbleef, heb ik eventjes wat dingetjes verschoven. Om haar te laten zien de ernst van de situatie. Maar je ziet echt overal... Ja. Je ziet echt overal keuze liggen van die muizen. Godverdamme gast. Maar het is ook gewoon... Kijk eens naar wat voor bank het is. Het is waarschijnlijk zo'n bank die tot helemaal aan de grond reikt. Zodat je ook niet met de stofzuiger eronder door kan. Dus dan moet je dat hele tafes ding wegschuiven. En dat is een kutklus. Dat ga je sowieso niet doen. Dus weet je, bij mij heeft zoiets dan een voorkeur van... Kies meubels uit waar je ook makkelijk omheen kan schoonmaken. Weet je, het meubel zelf wil je natuurlijk ook gewoon makkelijk schoon kunnen maken. Maar ook eromheen lekker schoon kunnen maken. En nou, je ziet het al. Ja, gewoon drie keer dikke kut. Dan moet je kijken jongens, wat ligt daar nou? Wat is dat? En als ik dan een bank wegtrek, echt waar. En ik zie daar etensresten liggen. Sterker nog, ik zie daar een bot. Bot van een... Wat? Sperrip. Rutger Gozer, hoe komen we aan muizen? Gaan we nog sperrips bestellen? Grrr, Jezus. Kom op, man. Kom op. Die hebben waarschijnlijk gewoon eens een keer voor de leuk. Hebben ze met eten zitten gooien of zo. Hier een botje naar je hoofd. En dat is dan pok tegen de muur achter de bank / stoel gevallen. Nooit meer over nagedacht. Ja, yummy, yummy, zegt meneer Muis. Yummy, yummy. Ik ga ook even... Scheten achter je bank. Maar kijk, als je ziet wat hier allemaal ligt. Kijk, hier onder de verwarming. Zie je echt mooi. Waarom is die verwarming geel? Ik doe een gok. Die is nooit schoongemaakt. Maar die radiator is, geloof ik, van oorsprong wit. Beetje dat crème-wittig, weet je. Dit is geel. Al die keuterspoortjes van die muizen. Zie je zo, hup. Je hebt precies... Ook gewoon vaccine... kaarsjes. Kom op, man. Papiertjes, dingetjes. Echt, als je niet als de sodemieter gewoon gelijk een verliteringsstofzuiger pakt, waar doen we het dan voor? Lekker, lekker leven, lachen en liefhebben in een studentenhuis. Echt om moedeloos van te worden. Rob Gies, dankjewel voor het maken van mooie televisie. We hebben er allemaal weer smakelijk van genoten. Twee video's daarnaast mij. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.